En welkom bij Beauty Gloss. Drie keer raden wat ik vandaag ga opnemen. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt, want ik ga vandaag de beautykasten opruimen. Laatste aflevering. I know, het duurde voor eeuwig. Sorry daarvoor. Maar het komt omdat ik krijg gewoon zoveel producten. En op een gegeven moment stopte ik met mijn kantoor. En toen zijn ook heel veel producten hierheen gegaan. En toen werd het me te veel. Ik zag die laatste. Ik dacht, no. Dus ik ga ook soort van, denk ik, even heel snel door de andere lades heen. Dus wat jullie gewend zijn van, voor degenen die deze serie niet kennen, is dat ik laadje voor laadje uitruim, producten uitzoek, welke ik goed vind, welke ik niet goed vind, welke ik wil houden, welke ik weg doe. Dat heb ik op een gegeven moment ook per drie laadjes gedaan, maar nu ga ik eigenlijk alles doen. En dat gaat een sneltreinvaart, anders ben ik serieus 4 uur bezig, echt geen grap. Dus we gaan er redelijk snel doorheen. Ja, en ik ga dus producten wegdoen die ik niet meer gebruik. Of waarvan ik zoiets heb van, ik kan iemand anders er meer blij mee maken. Of blijer mee maken. Ik geef het aan vrienden en familie. Of ik doneer het als het echt ongebruikt is. En ja, laten we snel beginnen. Disclaimer, ik heb veel. Maar dat komt omdat ik ook veel toegestuurd krijg. Maar ik gebruik dus bij lange na niet alles. En de dingen die ik hou, dat zijn dus echt favorieten. Dus I can do this. Elke keer als ik zoiets doe, ook gewoon in huis, moet ik even een soort van, ik kan het, I can do it. Doe het. En dan gewoon niet te lievig. Oh nee, ik ga het ooit nog een keer gebruiken. Nee, weg daarmee. We gaan gewoon overal doorheen. We zien dit als de grote finale. Let's go. Voor wie niet weet hoe mijn stash eruit ziet. Ik heb 2 van zulke Alex kasten hier. En bovenop hier staan wat dingen. En hier zitten lipkleuren in. We gaan even alles snel gaan we doorheen. Ik heb hier een doos voor de spullen die ik wegdoe. En dit is voor de spullen die ik weggooi. Dat zullen er niet zoveel zijn. Dit zullen er wel veel zijn. Dat hoop ik. Daar ga ik vanuit. Ik wil zoveel mogelijk spullen kwijt. Ook al denk je, waarom zou je dat wegdoen? Geloof me, de hoeveelheid die ik heb, dat kan ik nooit opmaken. Dus ik geef gewoon heel veel weg. Alright, laadje nummer 1. Primers. Woe, kijk nou wat een rommel. Oké, primers die ik wil houden, die ik wegdoe. Hier zitten ook sponsen bij. Oké, deze is bijna op. Dit is een backup. Wacht, hoe gaan we dit doen? Deze gebruik ik. Deze ook. Dit zijn mijn 2 nieuwe. Ik denk dat ik die wel wegdoe. Die is toch bijna op. Ja, die doe ik weg. Van Dior. Oké, hier eentje. Glowing primer. Ik heb nog die glowing primers. Ik vind nu deze heel fijn. Deze 2. Die doe ik weg. Dit is een oogcreme. Kijk, houden. Ik heb hier ook sponsjes liggen. Houden. Is dit ook alweer... Soft Focus Beauty Flash. Dus dit. Deze doe ik al weg. Deze heb ik ook. Dus ik heb zeg maar 2 backups. Dat leg ik achterin. Ik heb hier achter deze backup. Die is ook bijna op. Er staat er nog 1. Dit is een backup. Ik probeer hier echt zo snel mogelijk doorheen te gaan, jongens. Valt het op? Sponsje doe ik even zo. Nog een sponsje. Backup. Wacht, laat ik heel even de backups erop zetten. Zo. Dit zijn serieus 4 producten die ik dus echt vaak gebruik. Want je ziet er daar al 2 staan. En die andere 2 liggen hier. En die gebruik ik altijd bij een feestje. Zo. Even kijken. Deze bronzy van Dior. Doe ik die weg? Het liefst wil ik alles houden. Ik doe die bronzy doe ik weg van La Marche. Ik bewaar dat bakje wel even trouwens voor sponsjes en de Nivea Men. Zo. Dit hoort bij elkaar. Dit is als ik mezelf bruiner maak. Dan gebruik ik deze. En deze gebruik ik ook wel eens. Dus zeg maar, dit is eigenlijk zijn eigen categorie. Deze. Ja, hoe gaan we dat doen? Even kijken. Ik ga wat ouderen weg. Ik ga deze ook weg doen. Van Dior. Of zal ik dan... Ja, nee. Nee, ik ga deze... Dat is wel heel mooi, ja. Ik moet deze vaker gebruiken. Dat is het. Ik denk heel vaak van, ik moet hem vaker gebruiken. Nee, ik doe deze weg. Ik gebruik toch vaker die. Even kijken. Allemaal primers. Dit is de primer van Facial. Als ik heel erg glans. Zo. Glowy. Ik doe even de glowy primers anders daar. Instant glow. Zo, dan hebben we bronzy, glowy. En dit is allemaal gewone primer. Zo. En dan hebben we die nog. Kijk, deze gebruik ik ook echt. Elk
elke dag bijna. Zo, en dan de backups, die gaan we heel even hierachter rollen. Past dat? Ja, dat past. Het gaat natuurlijk weer niet passen. Oké, zo klopt die. Kijk, ik heb nu dit erachter gedaan. Dit is backup. Dit is sponsjes Nivea. Dan hebben we hier alle primers. Shiny en normaal door elkaar. Dan hebben we hier Shine Stopper. Voor faces en zo. Dan hebben we mijn twee sprays en mijn bronzy primers. Zo. Alright, foundations. Ik ga als eerste foundations eruit halen die ik nu veel gebruik. Dat zijn deze. Dit is echt een luxe probleem bij mij. Want dit zijn allemaal fijne foundations die ik hier heb. Even kijken. Volgens mij is dit... Ja, deze. Deze. Ja. Nu komen we dus bij de rest. En dan moeten we even serieus naar kijken. Wat we ermee gaan doen. Dit is gewoon allemaal top. Ik heb het toen uitgezocht. Hier, deze fijn. En deze twee ook fijn. Van Rimmel. Even kijken hoor. Moet ik hier wat van weg doen? Oké, heel serieus. Welke gebruik ik niet nu? Ik ga heel serieus kijken. Die van Burberry gebruik ik niet. Die is echt te donker eigenlijk. Die gaat weg. Ja. Het olietje gebruik ik niet. Deze is fijn. Die is fijn. Die is fijn. Deze gebruik ik eigenlijk niet. De stick. Is nice. Eigenlijk alles wat hier ligt wil ik houden zo. Ik heb nu drie dingetjes uitgehaald. Dit gaat weg. Tada! Ik heb zelfs het bakje eruit gehad. Want eigenlijk is dit prima zo. Ik heb hier glas, plastic en de rest erachter. Zo, genoeg. Oké, we gaan verder met de concealers. Dit is ook echt gegroeid, hè. Concealers, cream blushes en speciale concealers. Gaan we heel even eruit halen wat ik dus gebruik. En dat is deze. Deze, deze, deze. Deze, die, die. Deze te donker voor me. Die pak ik nooit meer. Die pak ik ook niet meer. Die pak ik ook niet meer. Die pak ik ook niet meer. Is dit ook weer? Oh ja, die kan ook weg. Jeetje, veel kan weg. Deze oogcreme, die wil ik wel houden. Eigenlijk wil ik hier oog... Kijk, ik heb hier deze nu staan. Ja, die. En dan die wil ik eigenlijk ook wel houden. Maar ja, die wil ik toch wel hier bewaren. Dan heb ik die, wil ik die, wil ik die, wil ik houden. Dat zijn de pennetjes. Lila. Dan doen we deze allemaal terug. Zo, dit zijn allemaal vloeibare dus. En dit is één dikke concealer. Die kan hierbij. Ga ik dit even uitzoeken. Wat is dit? Glow. Ook al onder de ogen. Nee, dat gebruik ik toch niet. Kiko gebruik ik. Dan hebben we die... Welke is dit van NARS? Die dunne, hè? Ja. Die is iets te licht voor me. Die doe ik weg. Dan heb ik die kleine van Benefit. Die heb ik al heel lang. Die kan weg. Maar die van NYX hou ik. Eigenlijk moet die van Bondi ook weg. Die heb ik echt al te lang. En even deze allemaal checken. Dior. Nou, weet je, heel eerlijk. De enige die ik echt gebruik, dat is de groene. En de andere die... Geef ik weg. Allemaal. Dan heb ik daarachter nog backups liggen. Oh ja, die Collection 2000 die is opgegaan. Dus ik kan een backup pakken. Zo. Dus die kan eigenlijk hierbij. Niet dat ik daar nog zo eentje nodig heb eigenlijk. Jeetje. Wat een hoop backups, hè. Dit is allemaal voor die pennetjes. Backup, backup, backup. Is het Double Wear? Ja, die is super fijn. Die ga ik even openen, die backup. Die hoort daarbij. Met concealer zit ik echt wel goed te komen. Ik had echt een tijdje had ik te weinig concealer. Althans één soort. En dan als ik wat bruiner was, was iets licht. En nu heb ik echt meer dan genoeg. Zo. Dus onder de ogen voor puistjes. Drie backups van de vloeibare Dior. Eentje van Le Touche Eclat. Collection 2000. Deze denk ik weg. Die gebruik ik ook nooit meer. Even kijken. Cream blush. Deze gaat weg. Zo, dit zijn dikkere concealers. Die gaan daar.
Even kijken, ik ga toch die oogcrème weg doen. Dan heb ik hier een stick van Dior. Dat is blush en highlight. Ja, die kan eigenlijk bij travel spulletjes, denk ik. Ja, die kan ergens anders. Dan cream blushes en sticks en alles. En oh, it's so pretty. Ik heb deze dubbel van NARS trouwens. Daar doe ik er eentje van weg. Het is precies dezelfde. Super mooi. Maar ja, twee keer liquid is gewoon... Nee, ik geef er eentje cadeau. Dus even bij de cream blushes te kijken. Er zijn er veel die ik eigenlijk nooit pak. Ik pak deze nooit. Ik pak die nooit. Dit is echt no hard feelings voor degene die fan zijn van deze producten. Want het zijn prachtige dingen. Maar ik kijk gewoon echt naar mijn persoonlijke smaak qua kleur. Deze twee vind ik het allermooist van Bobbi Brown. Die pak ik dus ook nooit. Ik weet dat die mega bijzonder is en zo. Die Victoria Beckham. Maar ik pak hem gewoon nooit. Dus waarom zou ik hem dan zelf hier laten verstoffen als iemand anders er blij mee kan zijn? Dus die doe ik weg. En dit is wat er overblijft. Zo. Tadaa. Weet je wat ik ga doen? Ik ga pennetjes hier leggen. Dus zo. Zo, zo. Ja, nu vind ik het ietsje beter kloppen, zeg maar. Zo. Zo. Daar komt nu Cream Shape Cream Highlighter. Dit is ook echt mega veel. Laten we het er even uithalen allemaal. Ja, dat gaan we doen. We gaan er wel, het is te veel om zo eruit te... Ja, oké. Okay. Cream Shape. Wacht, ik haal even die eruit eerst. Oké, dit zijn alle producten. Ik ga beginnen met de cream paletjes. En de enige die ik eigenlijk gebruik is deze van Anastasia. Ik vind die van NYXER ook wel leuk uitzien. Nog niet gebruikt. Dus deze twee hou ik. Die doe ik weg. En dan heb je hier vloeibare highlighters. En ook bronzers. Ik heb ook voor het lichaam. Weet je nog dat ik vorige keer dat uitzag? Nou, dat ligt weer helemaal door elkaar. Ik ga even dit. Wil ik sowieso houden. Dus wat ik wil houden, dat... ja, hier en deze. Deze gebruik ik echt elke dag. Zo, die gaan sowieso hier. En dan hebben we... Even kijken hoor. Papapap, deze. 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 Wat weg kan is deze. Deze. Ik merk dat ik die sticks niet echt gebruik. Ik weet dat het heel populair is. Maar de enige sticks die ik echt fijn vind zijn eigenlijk van die dubbele. En die highlighters. Nou, gebruik ik die nog? Nee, heel eerlijk. Ik gebruik die niet. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg. Oh, dit is een shape stick. Ja. Ja, ik gebruik dan toch liever die. Dus ik doe deze weg. Ik doe... Deze ook weg. Deze ook weg. Ik doe deze weg. Ik ben echt heel realistisch nu bezig. Welke ik wel niet gebruik. Die hele vloeibare. Die, bijvoorbeeld deze. Die kan ik voor mijn lichaam gebruiken. Dus deze, deze. 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 Ja, volgens mij was dit ook wat ik vorige keer had bedacht. Zo. Die Bobbi Brown. Die vind ik ook wel mooi. Zo. En die drie... Ook, dus die drie wil ik houden. Deze pak ik nooit. Die pak ik nooit. En die zijn handig voor op reis eigenlijk. Die gaan bij de reiscollectie. Ja. En die pak ik ook nooit. Ik denk dat we er zijn. Oké, dus dit gaat in de bak. En die gaan straks naar reisdingen. Dan wil ik eigenlijk dit bakje vullen met lichaamglow producten. En die ga ik dan zetten bij mijn lichaamverzorgingsdingetjes. Want ik vergeet dat gewoon. En dan gebruik ik het niet. Terwijl het is zo mooi. Zo'n glow op je lichaam. Vet mooi voor een première of zo. Zo, even kijken. En deze twee hou ik wel. Ja, even mooi indelen. Zo, dat ziet er weer clean uit. Hoppakee, dan gaan we verder. Oh, de poeders. Oké, ik heb hier een mixje van losse poeders en vaste poeders. En ik ga even alles er weer uithalen. Oké, ik ga even heel realistisch zijn. Ik heb heel veel poeder en ik denk altijd, ja, daar kan ik heel veel mee baken. Maar kijk, bijvoorbeeld die gebruik ik echt al heel lang niet meer. Die is best wel oud ook, maar zogenaamd wil ik daar altijd mee baken. Maar doe ik nooit. Hetzelfde geldt voor deze, dus die ga ik gewoon wegdoen. Wat ik daadwerkelijk veel gebruik is mijn Kryolan poeder. Mijn NARS poeders, ik heb er twee. Dan heb ik een Dior poeder. Nog een Dior poeder. Givenchy, MAC poeder, Estée poeder, Dior poeder. Die heb ik alle drie hebben.
Dan heb ik hier, even kijken hoor, Maybelline, Makeup Academy, NYX. Het zijn wel echt hele goede transparante poeders. Nog één disclaimer tussendoor. Ik krijg wel eens opmerking van, ja, je houdt alleen maar de luxe producten en je doet de wat cheapere producten weg. Ja, dat klopt. Als ik moet kiezen, ik heb gewoon een extreem luxe probleem. Ik heb heel veel luxe dingen, ik heb heel veel budget dingen. En de dingen die ik hou die een beetje cheaper zijn, zoals de Kryolan-poeder en zo, die zijn echt mega, mega goed. En dit is ook mega, mega goed. Dus zeg maar, ja, als het kan, dan hou ik de crème de la crème in mijn stash. Weet je, ik ga niet iets erbij doen om maar, zeg maar, ook goedkope dingen te hebben. Dus, doe ja. Dit zijn trouwens hele, hele luxe bolletjes van Guerlain. Maar die gebruik ik, om eerlijk te zijn, echt nooit. Ja, het is echt beeldschoon. Maar ik pak ze nooit. Ruik ook super lekker. Nee, ik ga deze weg doen. Ja. Hetzelfde geldt voor deze drie. Ik doe ze een beetje. Nou, ik doe die van MAC ook weg. Want ik heb hier ook al gekleurde poeder van NARS zitten. En Dior en Estée. En het is, ja, weet je, dit is al meer dan genoeg. Ik doe hier jaren mee. Dan heb ik de compacte poeders. Die weg. Is die nog gesealed? Ja, die kan ik ook weggeven. Oeh, deze ga ik ook wegdoen. Want ik weet dat deze wordt niet meer gemaakt. Ik vind hem fantastisch. Maar anders ga ik weer een pijn in mijn hart gebruiken. Die doe ik ook weg. Die gebruik ik nu veel. Die gebruik ik ook al lang niet meer. Wat hebben we hier nog meer? Deze. Weg. Deze neem ik dus altijd mee in mijn tas. Dus dit zijn poedertjes om mee te nemen, zeg maar. Nou, ik doe deze drie ook weg. Dior, Lancôme, Givenchy. En dan degene die ik hou, die liggen hier. Allemaal compact poeders die ik gebruik. Nou, dat ziet er al veel beter uit, toch? Niet te vol. En genoeg voor een hele lange tijd. Oké, dan komen we bij de bronzers en shape poeders. Oké, alle bronzers. Ik heb ze heel even opengelegd om gewoon naar te kijken. En om even na te gaan wat ik wil houden en wat niet. Die gaat sowieso even naar de andere lade. Mijn favoriete bronzer op het moment is deze van NARS. En deze van Givenchy. Dus die hou ik sowieso. Dan is dit mijn favoriete shape doosje van Yves Saint Laurent. Die hou ik ook. Dan heb ik best wel veel Dior bronzers. En ik denk dat ik er maar eentje wil houden. Ik denk dat ik die ga houden. Dus deze, deze en deze. Die geef ik allemaal weg. Even een kleine disclaimer tussendoor. Ik geef dit alleen aan bekende weg en niet aan mensen online. Dus alsjeblieft niet DM'en of je spullen mag hebben. Ik doe deze weg. Yves Saint Laurent is wel erg donker, hè? Ja, ik doe die van Yves Saint Laurent ook weg. Deze vind ik wel mooi. Urban Decay. Deze mooi. Deze wat lichter, wat donkerder voor de zomer. Dus die hou ik, het doosje van NYX hou ik ook. Hoola en Hoola Light wil ik allebei houden. Kijk, die doe ik weg. Die hou ik en die van Givenchy hou ik. Zo. Oh, dan heb ik die van Rimmel. Vroeger was dit echt mijn grote favoriet. Maar eerlijk, ik pak hem niet meer. Als ik hem pak, dan mol ik het doosje altijd. Dus die ga ik weg doen. Pijn in mijn hart. Hier, waarschijnlijk deed het open en kapot. Ik doe het gewoon weg. Zo, dit is de lade. Ja, dit is hem. Toppie. Next. Ik hoop dat jullie het fijn vinden dat ik er best wel snel doorheen ga. Want ik wil het gewoon af hebben. Misschien kan ik dit gewoon af en toe doen. Regelmatig zo'n sessie waarbij ik alles weer even snel in één video uitzoek. En niet per se laadje voor laadje. We zijn bij de blusje aangekomen. Ik ga ze even eruit halen. Oh my gosh. Veel en veel te veel eigenlijk. Ja, ik heb er een paar open gedaan. Ik ga heel even de rest ook checken. Oké, jongens. Echt heel rigoureus heb ik besloten dit te houden. En dit allemaal weg te doen. En ik weet het. Het zijn allemaal hele luxe blusjes en zo. En ja, het is een combinatie van alles. Maar dit is het eigenlijk. Dit zijn degenen die ik het mooist vind. Die ik het vaakst gebruik. Ja. Dus dit gaat allemaal weg. Weg, weg, weg. Als je het zo openlegt, dat is echt een tip. Dan kan je er goed naar kijken. En dan kan je beslissen welke je misschien toch soort van dubbel hebt. Of welke je bijna nooit pakt. Nou. Weg. En deze gaan in de lade. Zo, de blushlade. Het is echt weinig, hè? Maar weet je, ik heb straks bij de travellade nog wat paletten. Ik heb sowieso best wel veel paletten. Dus ik weet niet of ik die daar hou of hier ook wat neerleg. I don't know. Ik weet het even niet zo goed.
Maar goed, we gaan verder. Het gaat wel lekker zo, hè? De highlighters. Oké, ik heb alles even uitgestald. Maar ik wil al gelijk beginnen met dat ik alle Anastasia doosjes wil houden. I love them all. Ik wil mijn Huda doosje houden. En ik wil mijn Action doosje houden. Dit zijn echt faves. Dus die gaan sowieso naar laden. Ik zie hier twee Jeffree Stars die ik wil houden. Ik wil mijn nieuwe NARS highlighters houden. Even kijken, wat hebben we nog meer? Fenty, Charlotte Tilbury, deze uiteraard. Ja, ik kan zo echt nog wel uren doorgaan. Ik wil zoveel houden. Pam pam pam, Wet n Wild, Mermaid Glow. Oké, ik heb hier losse highlighters liggen. Ik heb besloten deze allemaal weg te doen. En deze te houden. Vaarwel, prachtige exemplaren. I love you. Maar ik denk dat anderen hier meer blij mee zijn. Ik moet vooral niet nu een glimmende lamp aanzetten hierop. Want dan zie ik hoe prachtig ze shinen. En dan... Nope, 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 nope. Het zit in de lade. Nu komt er een lastige, namelijk de travel dingen. En daar zou dit bijvoorbeeld ook onder kunnen vallen. Over het algemeen heb ik hier gewoon kleine reisdingetjes en paletjes liggen. Maar ja, dit zijn bijvoorbeeld blush paletten. En die zou ik ook bij de blush willen hebben. Want dit vind ik... Ja, oh, ik weet het niet. Zal ik hier alleen paletten doen die zeg maar een mixje zijn van dingen? Ja, ik denk dat... Want ik heb best wel veel ruimte nu over op andere. Hier heel veel plek bij blush. En dit zijn dus twee... Die zou, ja, ja, ik ga eerst alles eruit halen. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit zijn allemaal paletjes. Die ik ook wel zeg maar normaal zou willen gebruiken. Maar... Ik heb een idee, wat nou als ik... Wacht, doe deze even dicht. Wat nou als ik hier de dingen doe die ik gewoon, zeg maar, sowieso alleen maar op reis zou... Bijvoorbeeld die minis, die zou ik nooit normaal gebruiken. Dus ik doe dit, zeg maar... Wacht, wil ik ze nog wel houden deze? Ja, hè? Ja, die wil ik houden. Die doe ik sowieso hier. En dan doe ik paletjes waarvan ik denk, nou, die gebruik ik echt wel ook tussendoor. Die doe ik waar ze horen, zoals die blushdoosjes... Oh my god, kijk nou even naar deze blush paletten. Oh, daar word je toch helemaal blij van? Wauw. Ja. Ja, nee, dit gaat naar blush. Dit gaat naar blush. Dit, en kijk, dit is dus ook bronzer en shape en alles bij elkaar. Maar ja, dit is, dan, dit is eigenlijk meer een travel doosje. Ja. Ja, want ik heb deze kleuren los. Dus deze gaat wel echt... In het reislaadje. Zo. Oké, deze gaan allemaal naar de blushlade. Zo. Eigenlijk een soort van mooi neerleggen of zo. Nee, boeien. Deze doosjes heb ik echt heel erg geprobeerd. Maar het wil allemaal niet werken. Er zit dan zeg maar één kleur in die ik dan niet gebruik. Of een blush niet. Dus ik doe ze allemaal in de weggeefbak. Dan heb ik hier... Ja, ik vind dit bijvoorbeeld, die twee mochis, vind ik echt mega fijn voor op reis. Zie gaan in de travel doos hier. Maar ja, aan de andere kant, ik kan ze ook hier gebruiken. Oh, lastig. Kijk, dit zijn twee hele duidelijke travel palettes die ik ook echt heel graag gebruik. Zo, die twee gaan sowieso in de travel laden. Oké, ik ga deze allemaal wegdoen. Deze gaan naar mijn blush en highlighter laden. Oh, moet je kijken hoe mooi. Zo, kijk. Ik heb ze een soort van rechtop schuin. Oh, love it. En dan heb ik deze doosjes. Waarvan ik één NARS doosje dubbel heb. Ik heb eentje zelf gekocht en eentje kreeg ik op een gegeven moment. Die is zo mooi. Je hebt echt de beste dingen erin. Oké, nee, deze sowieso. Dit is zeg maar travel. Dit is ook travel, maar... Ik heb er niet twee nodig eigenlijk aan. Nou ja, ik geef er eentje weg. Ja, dat kan gebeuren. Maar deze zijn allebei absoluut travel. Ik doe deze weg. Ik doe deze weg. En deze drie. Nou, ik hou er twee van niks. Dat zijn van die mini flesjes spray. Die kunnen hier. Zo. Goed, we hebben de helft gehad. Status van de doos. Dit is hoe de doos er nu uitziet. Aardig vol. Maar er gaat nog veel meer bij komen. Nu begint het lastig te worden. Want dit hadden we in principe al soort van gedaan. En nu gaan we even de lip laden en dit doen. Ik zal voor eerst de lip laden doen. Want hier zitten ook heel veel lipdingen in. Die ga ik er nu uittrekken. Nu komt de realiteit. Weet je nog dat ik die wenkbrauwlade had gemaakt? Ja, er zijn dus echt een miljoen lipproducten bij gekomen.
En hetzelfde geldt voor... Nee, hier niet trouwens. Voor hier. Ja. I know. Ik ben gewoon zo gek op lipproducten. En hier ook een paar. En ja, en hier beginnen de oogschaduwdoosjes. Nou, ik ga even alle lipdingen eruit trekken. Het zit namelijk zo. Dit begon dus ook weer vol te raken. Ik ga heel even hier alles uithalen. En gewoon, ik ga hem heel even op timelapse zetten. Dat betekent dat de camera heel snel gaat filmen. Want dit gaat me veel werk kosten. Maar ik ga het uitzoeken. Let's go. Oh my god. Oh my god. Oké, even hier, alles was hier al een beetje in de war. Dus ik dacht eerst, dan zal ik het per kleur doen. Nee, want heel veel klopt al niet meer. Ik stopte het dan in alle haast een ander vakje terug. Dus ik heb gewoon alles eruit gehaald. Nu ga ik iets heel geks doen. Ik ga namelijk eerst de kleuren die hier zijn uitzoeken. Want het zijn maar wat nieuwere dingetjes. Hier zitten toch al best wel veel dingen in die ik weg wil doen. Want ik heb het lang niet meer gebruikt en zo. Ja, dus ik ga deze uitzoeken. Deze. En daarna ga ik hier aan beginnen. Dus let's go. Kijk, ik heb nu dus zeg maar mijn nieuwere dingen hier gelegd. Dan ga je al, dit ligt al bijna vol. En ik heb dus gemerkt dat heel veel merken nu met producten uitkomen die wat langer zijn. Dus echt zulke verpakkingen, die zijn dus allemaal te lang om rechtop te zetten. Heel irritant. Al die liquid lipsticks, weet je wel, die Anastasia, het is allemaal te lang. En dat is prima. Hier, deze mooie Dior producten ook te lang. Alleen voor dit systeem een beetje irritant. Maar goed, ik heb dit al gemaakt en ik ben er heel blij mee. Dus wat ik nu ga doen is dit uitzoeken. En dan dit vullen. Ja. Oké, dit is wat ik over heb. En er gaat hier iets fout, want ik heb gewoon heel veel van die grote. Hier een extra bakje en heel veel plek. Dus ik zit te denken om dit hier, die zeg maar, die een paar stukjes. Kijk, je kan dit weghalen. Als het goed mag, ik wil even wat proberen. Oké, de huidige staat is dit. Ik heb nu hier wat dingetjes weggehaald. Die heb ik erachter neergelegd. En nu past de grote maten hier, de mediums, hier lipliners met Elizabeth Arden. En hier al mijn favoriete grote matte lipkleuren. Dus ja, dit is het. De lipcollectie. Ik heb alleen maar allemaal balsams. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ik heb wel veel favorieten en ik verzamel die dus. Maar ik weet niet waar ik ze moet laten. Misschien daarachter. Ik denk dat ik zoiets doe. Zo, dat is beter. Tadaa, wil je de weggeefbak zien? Die ziet er op dit moment zo uit. Echt een mega doos. Ik denk dat die al 10 kilo... Oh, die gaat scheuren. Oh. Nou ja, dit is de huidige staat. Ik ben blij. Ik heb even dit daarachter gedaan. Zie je niet zo. Yes, lippies zijn uitgezocht. Ik ben al uren bezig trouwens. We gaan verder. Oh ja, huidige status van de travel laden. Daarachter zie je nog wat mini lippies liggen. Ja, dat is ook. Als ik minis tegenkom, dan gaan ze hierbij. Oké, dacht je dat we er zijn? Nee, nog niet. We gaan verder. Gelukkig valt het hier nog wel mee. Dit is wenkbrauwdingen. En het zijn eigenlijk vooral backup wenkbrauwdingetjes. Maar er liggen ook wat dingen bij die hier niet bij horen. Dus die ga ik even daar neerleggen. Dit zit dus wel goed. Dus oké. Hier heb ik nog plek voor, weet ik niet. Ik leg daarvoor nu dingen die dus hier niet horen. Ik heb hier best wel van alles bij zitten gooien. Dit zijn ook backups mascara, backups oogbeloden, vloeibare eyeliners. Dan heb ik hier nog meer backups mascara. Ik heb hier backups van mijn favoriete lipkleur. Dat is Dolly Bird. Allemaal bekend, denk ik. Dan heb ik dit. Kijk, ja, dit is allemaal backup. Deze gebruik ik voor wimpers. Dus je moet hier niet wachten. Ja, dit is zeg maar echt de backup laden. Daar kom ik verder niet echt aan. Hier, deze is leeg. Die moet ik even schoonmaken. En dit is weer volgestouwd. Hier haal ik ook alles uit. Nou, nu gaan we hem afmaken ook, jongens. We hebben dus leeg, leeg. Dan komt hier oogschaduw. Oogschaduw. Oh, het puilt echt uit. Oogschaduw. Met wat creamies ertussen. Dan hebben we hier nagels en nagels. Nou, ik stel voor om... Even kijken, wat is handig? Misschien toch everyday dingen in één laadje te doen. En... Ja, want ik heb dat hier nu staan. Maar ik zou dat ook best wel een soort van plat willen.
Ja, maakt ook niet. Ik vind het ook prima om in een beker te hebben op mijn tafel. Maar ja, het is wel lekker clean als daar niet zoveel staat, hè? Ja, 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 ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Oké, ik heb nu dit gedaan. Ik heb mijn everyday dingetjes, kleine dingetjes hierin gedaan. Dus mascara, eyeliner, dat soort dingen. En dat blijft gewoon hier. En dan doekjes hier, voor zekerheid zo. Dus elke dag als ik me opmaak, dan pak ik deze. Zo. Weet je wat het is? Het zijn allemaal van die random dingen die hier liggen. En die gewoon, weet je, die hadden dan even geen plek. Dus die heb ik daarin gegooid. Het kan eigenlijk allemaal weg. Ik weet niet wat hierin zat, joh. Dit zijn dan doosjes. Die ga ik nog even later checken. Oogschaduwdoosjes. Ik heb vooral heel veel oogschaduw. Daar moet ik echt, echt, echt wat aan doen. Puntenslijpers. Ja. Daar heb ik er ook veel van. Ik moet ergens anders heen. Nou, dit kan bijvoorbeeld bij de travel dingen. Zo'n kwast. Deze gaat naar de blusjes. Dit gaat bij de haardingetjes. Dat is ergens anders. Oké, dan ga ik nu al deze oogschaduwdoosjes eruit halen. 2 lades vol. Let's go. Oh, ik dacht dat ik er bijna was, jongens. Oh. Oh. Het is echt zoveel. En ik ga het nu allemaal uitzoeken. Yes. Ik weet gewoon wat mijn favoriete paletten zijn. Ik weet wat ik vaak pak. Ik kan dit. I can do it. Even een afstandje. Dit is de hoeveelheid. Oh, wat bizar veel, hé. Wat ik nu ga doen is 2 roze bakken. Die doos die gaat dit echt niet meer houden. Ik wil gewoon veel weg doen. Dus plastic bakken, daar gaan de paletten in. Oké, 2 bakken vol. Of eigenlijk 1,5. Ja, het is echt veel. Dit is wat ik over heb qua cream oogschaduw. En dit is wat ik over heb qua oogschaduwpaletten. Ik weet niet zo goed. Ik denk dat ik het wel even moet verdelen. Want ik merk dat deze zwaar is nu. Dus dat ga ik even doen. En ik heb hier nog steeds leeg. Dus misschien dat ik hier toch mijn everyday stash in doe. Nou, dit is het jongens. Dit zijn alle naturel paletten. En dit zijn de party palettes. En dit zijn creamies. Ik heb gewoon geen enkele single eyeshadow meer. Het is gewoon klaar. Vroeger was echt een palette heel speciaal. En nu is het gewoon alleen nog maar paletten, zeg maar. Wat we gebruiken, toch? Dus ik ga het even hierin doen. Ik weet nog niet hoe ik ga verdelen, want het is natuurlijk niet zo heel veel. Nou, deze oneindige puzzel. Ik kom er niet meer uit. Dit is goed zo. De lade met naturel oogschaduw en creamy basissen. En de lade boven heb ik dit. Ik dacht, waarom moet ik een grote laag gebruiken voor zo weinig eigenlijk. Glittertjes en 3 gekleurde paletten. Zo, dan heb ik deze leeg. En deze. En ik ga die everyday eentje lager doen, denk ik. Weet je wat ik in deze ga doen? Ik heb nu 1 zo'n grote over. Ik ga hier mijn wimpers in doen. Die heb ik nu in deze Dior tas gepropt. Maar die kunnen prima in die la nu. Zo, ik heb mijn eigen. Ik heb ook nog andere. Valt het op, ik vind 070 van Eyelure ook heel mooi. Alles wat je hier ziet, Eyelure wimpers. Uiteraard, uiteraard. Want dat is het merk van mijn eigen wimpers. En ik heb hier een glazen Jo Malone kaarsenhouder gedaan. En daar heb ik dan zeg maar mijn klemmetje en dat soort dingetjes. Voor de wimpers. Het is inmiddels 1:30 s'nachts. Ik val bijna in slaap, maar we gaan dit doen. We gaan dit afmaken. Voor een paar uur gaat de wekker. Maar ik moet gewoon, anders gaat het weer maanden duren. Ik heb mezelf. We gaan het gewoon afronden. We can do this. Let's go. Oké, de laatste 2 lades. En dat is nagels. En hier zit het nog crap bij. Hier kan ik op zich best kort en krachtig in zijn. Ik heb best wel veel lakjes die eigenlijk helemaal niet meer houdbaar zijn volgens mij. Dus ik ga gewoon, als de wielen weer gaan, alles eruit halen en verdelen. Let's go. Jongens, ik heb zo ontzettend veel nagellak weggedaan. Echt zo goed als alles is weg. Het enige wat ik heb gehouden zijn een paar van mijn favoriete gellakjes. En een paar extra dingetjes. Maar Caption, Essie, Sally Hansen, C&D en Rimmel. Dat is het eigenlijk. Ik heb zelfs mijn Sensationals weggedaan, want ik gebruik het nooit meer. Dus, ja. En weer terug stoppen.
En dit is nu mijn nagellaadje. Dit zijn mijn lakjes. Dit zijn de speciale topcoats. Veilen, knippertjes en zo. Remover. Daarachter nog wat nepnagels en plakdingetjes. Mijn eigen nagels. Ik heb helaas maar één pakje nu in huis. Anders had ik dit volgelegd. En hier nog wat andere nepnagels. Dus dit is deze la. En jongens, dan zijn we er. Ik weet niet wat ik met deze la wil. Kijk, deze zit vol. Deze zit vol. Deze zit soort van vol. Dit is everyday. Deze is leeg. Oké, ik heb een idee. Ik heb deze kwasten net gewassen en ik zag ze liggen op die handdoek. Ik dacht, wat nou als ik een schone handdoek neem, in die lege lade leg. Wacht, welke was het? En daar dan kwasten op leg. Als een soort van kwastenverzamelplek, zodat er geen stof op komt. En dan één keer in de week, als ik ze ga wassen, dan pak ik gewoon het handdoekje eruit. En dan was ik ze. Even kijken of het gaat lukken. Ik heb de handdoek door drieën gevouwen. Kijk even hoe perfect die past. Wow, hij komt ook dicht einde zo, zeg maar. En dan nu de kwasten erop. Zo, we zullen zien of het werkt. Nou, jullie zullen het zien in de vlogs. Als je langzaamaan die dingen weer terug ziet komen in bekers. Oh, hier staan er nog een paar trouwens. Dan weet je hoe laat het is. Kijk jongens, en waar eerst de kwasten in zaten, die ga ik nu gebruiken voor bijvoorbeeld in dit geval de mini travel dingetjes. Zo. Zo. Nou jongens, het is 2:30 's nachts. We zijn klaar. Top. Helemaal afgekregen. Ik hoop dat jullie leuk vonden om mee te kijken. Dit was deze soort van een testvideo, denk ik. Want je hebt nu mijn hele collectie gezien. I'm beauty. Thumbs up voor dedication en voor het afmaken hiervan. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei. Oh, en wil je weten wat ik allemaal weggeef? Nou, dit is de uiteindelijke hoeveelheid. Ik denk dat hier zo 20 kilo make-up ligt. Misschien wel meer. Goed. Doei.